Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en vandaag weer bij Punt Architect. Vorige ben ik hier gebleven en we zijn nog bezig met het. Nou ja, volgens mij hebben we de douche in ieder geval helemaal klaar. We hebben het dus ook een beetje ingedeeld, zodat alleen de minimum beveiligde gevangenen erin kunnen. Dus, gaat helemaal top. Het enige probleem is dus dat er nog niet echt stroom loopt. Een of andere reden. Ah ja, daarom dus. Dus die moet even wat sneller gaan. Hoppakee, dan kunnen ze daar ook weer wat zien. En ik wil deze aflevering dus de kantine hieronder gaan uitbreiden en dan nog een extra douche hier neer te zetten voor de maximaal veilige gevangenen. Even. Zo, even wat drinken. Oh, ik zie dat ik hier geen waterleiding heb aangesloten. En waarom niet? I don't know. Zo, als ik even te kijken hoeveel dat eigenlijk gaat kosten. Holy fuck. Dan komt dat er nog bij. Ja, dat gaat toch veel kosten. Dus ik denk dat ik eerst even met de douche begin. Waarom niet? Even denken. Nou, hier hoeft dat niet te duur. Nee. Dit gebied had wat toch wat anders, slap maar. Dit gebied had wat anders, wat de stroom nog. En voor de andere dingen wat hier nog allemaal moet komen. Ik denk ook nog wel een extra stroomcentrale voor de eigen keuken maak. Dat nog wel. Maar dat zal wel goed moeten komen, denk ik. Oké, dit gaan we nu even lekker bouwen. Gaan we gewoon beginnen met de douche. Is het net het makkelijkste gedeelte. En dan kunnen we misschien. Nou ja, ik wil misschien deze gevangenissen nog even erbij maken. Maar dat is op zich nog niet echt nodig. Het eerste wat nodig is, is de gigantische etensgebied. Ik heb een stroomleiding even aanleggen. Dan zet ik daar nog wel een patrouille neer. En dan kan die dan tot of weer daar blijven rondlopen. En dan kan hier nog eentje lopen. Ik wil sowieso een deur hier hebben. Nee, laat ik dat maar niet doen. Zo. Hebben ze hier in ieder geval ook een eigen douche, dus dat is ook helemaal top. Zo. Ah.
Dan gaan we weer heel wat lijken. Oh, we hebben ook een persoon van de dodencel. Niet eens opgelet. Ver boven het gemiddelde. Nou, laten we lekker. Ik wil niet echt snel gemaakt worden. Ik ga gewoon overal een beetje. Ik ga dit hele gebied gewoon een hoge prioriteit geven. Als dat niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer. Zo. Nu oplossen die hap. Maar echt, we moeten echt van die problemen af met die. Hoe kun je dat lijken? Het is maar goed dat ik de mortuarium nog uit kan breiden. In principe, mocht dat nodig zijn. Beetje naar het noorden, maar daar blijft het ook bij. Zo, moet dat genoeg zijn? Ik denk het wel. Tenminste, waarschijnlijk net één puntje of zo. Hoppakee! Want hier word ik altijd een beetje akelig van. Oké, dan wil ik dit dus ook een beetje aanwijzen dat dit een douche is. Met dan hier de afvoeren. Nee, dan doe ik het gewoon zo. Holy fuck. Waar blijven al die sterfgevallen vandaan komen? Jezus. Dat is een beetje ontzettend agressief. En dit past weer. Er zijn alweer 6 bewakers dood. Hoe? Hoe? Ja jongens, de douche is nog niet eens klaar en jullie gaan al naar binnen. Oh god, ook nog weer rellen. Oh my god. Er is zelfs een gewapende bewaker dood. Echt, grondig onderzoek. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben eerst even die waterleiding aanleggen. Zo wil ik in ieder geval. Aan deze kant nog eventjes de veilige omheining. Hoeveel scharen worden er wel niet gevonden? En hoeveel sleutels? Jezus, Mina! En ook al van die wapenstokken hebben ze ook al bij zich. Ah, kom op, man.
Af en toe is het op het bedrijf ook wel een zwaarpunt. Waarom is hier die stroombeleiding weer niet aangesloten? Oh ja, zeker omdat er nog een veilige mijning stond. Kunnen ze daar ook niet meer zeggen dat ze hier niet kunnen douchen? Tunnel. Twee tunnels. Ja, licht in de duisternis. Geen toegang. Ja, nee, nog niet. Nee. Oh nee, dit slot is wel. Hé, hey, een tunnel. Serieus? Een tunnel dwars onder de kelder door. Het gebied met de meeste honden denken ze zo van. Oh ja, dan gaan we even de tunnel toch heel gaaf. Ja, nee, dat werkt. Oké, dat is in ieder geval de douche. Zo goed dan, zo goed als klaar, laat ik maar zeggen. Die broek dus dan eventjes. Laat even wat meer prioriteit hebben. Dus dat betekent dat de minimale beveiliging gevangen. Waarom gaat ze daarheen? Dus we kunnen hier douchen. Even kijken. Aston Balthazar, die is tot 24%. We hebben al behoorlijk veelheid van de money ding. Eten is nog het hoogste. Nou, dat moet wel goed komen als we binnenkort die nieuwe kantine hebben. Reputatie sterk. Deze gevangenen deelt tijdens vechtpartijen steeds hardere klappen uit. Ervaren vechter. Deze gevangene is geschoold in defensieve vechtstijlen. Hij zij kan een tegenstander ontwapenen of een wapen vast afpakken tijdens een gevecht, denk ik. Tweede waren gevangen is. Stemming gaat wel slecht. Het gaat wel iets beter. Conditie. Hij is wel onderdrukt. Door de staat goedgekeurde kans op veroordeling is 5%. Die kun je volgens mij nog hoger hebben dan 10%. Ja, daar wacht ik maar even mee. Oké, we kunnen in ieder geval dit gebied ook nog eventjes bijbouwen. En dan moet het de volgende aflevering inrichten, denk ik dan. Echt, waarom is daar geen waterleiding?
Soms denk ik dat ik gek word. Als ik ze niet overal heb neergeplaatst. En dan denk ik van... Klopt dit of klopt dit niet? Nou, zo te horen klopt het niet. Onverdaande manie. Ik wil er graag 100 hebben, maar daarvoor heb ik meer manie nodig. Nou, ze zijn in ieder geval bezig met de verdering leggen. Dat is heel top. Ik denk in ieder geval dat we binnenkort, of de volgende aflevering in ieder geval de kantine en de keuken kunnen bouwen, wat dus heel erg top is. Hoppakee, 100 bewakers en bouwvakkers. Ja, zo. Wel fijn dat het allemaal een beetje in is gedeeld. Deze gang die zet ik ook dan nog even zo neer, denk ik. Zo, er komen nog meer bouwvakketjes aan. Lekker even de boel een beetje te bouwen. Jammer vind ik wel is dat ze af en toe van die stukjes overlaten. Maar hey, hij gaat als een speer. En we krijgen vandaag weer gewoon 50.000 erbij. Oh, zeg mij wat, dan kunnen we volgende aflevering in ieder geval heel veel wat inrichten. Ik denk dat ik natuurlijk eerst ga beginnen met de keuken, zodat ze in ieder geval wat meer kunnen maken. En dan wil ik daar ook nog wat meer van die koks in nemen, want we hebben er wel 50, maar volgens mij is dat nog lang niet genoeg. Nu nog even de laatste stukjes van de verdering neerleggen. Toch nog even wat sneller te maken. Zeg ik er gewoon over als dat het sneller moet. Het gaat in ieder geval heel top en dat is heel fijn. Is het echt alleen nog maar eventjes het leggen van de verdering en dan is het klaar. We hebben in ieder geval de volgende aflevering een gigantische kantine en een gigantische keuken waar we waarschijnlijk wel meer dan genoeg aan hebben. En dan kunnen we een van de volgende afleveringen beginnen met de nieuwe cellenblokken hieronder. Daar hebben we nog genoeg ruimte voor. Eigenlijk best wel vreemd dat we echt gewoon begonnen met ongeveer dit gebied. Ongeveer. En dan was hier de kantine en de keuken. De douche zat hierbij. De tijdelijke cel is er nog. De receptie is er nog. De kantoortjes die zijn er nog. De personeelskamer die werd later. De bezoeksruimte, de groepsruimte. Dit gebied had ik nog een keer uitgebreid.
En zonder hand, want het gros steeds groter. Toen begonnen we met de eerste celblok en nou ja, nu hebben we gewoon al zoveel. Dus dat is echt gewoon insane. Nou ja, gaat gewoon maar even deze kant op. Hé, een tunnel. En dan nog hier eentje ertussendoor. Auw. Het is wel goed dat ik er maar even nog van die personeelsdeuren neer heb gezet. Hoppakee. Zo. Ah, mooi. Hier natuurlijk die muur gepast worden. Oh ja, dan kunnen we deze muur gewoon sloppen hier, want dat is er niet meer nodig. Hoeft hier in principe geen waakhond meer te zitten, denk ik dan. Waarom wel? Ja, moet hier nog even zo'n personeelsdeur toch nog wel komen. Gaat ook even hiervoor. Nou, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we de volgende aflevering heel wat kunnen doen. Dus ja, ik ga even nog een beetje de kleine dingetjes even doen, even zien, want dit wordt dan hier natuurlijk niet meer. Ja, ik kan dan nog wel even een doko erbij hebben. Ah, ik vind het eigenlijk best wel prima gaan. Ik krijg goede inkomens per keer en dat is ook wel top om te hebben. En natuurlijk, we hebben dit. Want we moeten alleen nog eventjes, ik ga gewoon nu even zo'n kracht staan neerzetten en die zet ik gewoon... hier neer. Met de hoeveelheid condensators die ik erbij kan plempen. Zodat ik dat de volgende aflevering niet meer hoef te doen. Hoppakee. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik heb dus behoorlijk wat gedaan deze aflevering. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.